Vanuit kennisinstituten in het Rijk van Nijmegen zijn in het verleden diverse start-ups ontstaan. Merkagem en Synton zijn daar belangrijke voorbeelden van. In Nijmeegse Kennis gaan we op zoek welke nieuwe pareltjes zich hier in de regio aan het ontwikkelen zijn. Oud brood om op te koken. Hoe bedenk je het? Enki Energy heeft een broodvergister ontwikkeld die kleinschalig reeds toegepast wordt. Ik praat hierover met Stefan Blankenborg. Vertel me, wat is een broodvergister? Nou, een broodvergister is eigenlijk een installatie waarbij micro-organismen, dat noemen we maar bacteriën, ja? brood omzetten in biogas. En biogas is eigenlijk een soort lichtere vorm van aardgas. Er zit iets minder methaan in, ja? Maar je kunt het eigenlijk voor alle doeleinden gebruiken waar je ook aardgas voor gebruikt. Maar hoe kom je bij het idee om een broodvergister te maken? Ja, ik kan me van alles laten vergisten, maar een broodvergister? Waarom een broodvergister? Nou, we zijn een aantal jaar geleden begonnen in Amsterdam. Daar had men een probleem in wijken met veel moslimbewoners, dat daar veel brood werd weggegooid. Ja. Die mensen willen het brood niet bij het andere afval gooien. En die willen het dan teruggeven aan de natuur, of op een andere manier iets nuttigs mee doen. Ja, ja. En dat teruggeven aan de natuur leidt er vaak toe dat het aan de duiven wordt gevoerd. Ja, ja, dat trekt meeuwen aan, dat trekt ratten aan. Dat is vaak wat gemeentes niet willen. Ja. En toen heeft men ons gevraagd of wij iets konden bedenken om aan het brood een andere waarde toe te kennen. Okay. En in samenwerking met een kunstenaarscollectief, de Pink Pony Express, die eigenlijk alles in gang hebben gezet. Hoe heet dat nu? Pink Pony Express, ja, is een Amsterdams kunstenaarscollectief. Hebben wij een broodvergister ontwikkeld en met die broodvergister zetten wij alleen maar brood om in biogas. Ik vind het wel heel bijzonder. En kun je dat een beetje rendabel maken? Want zoveel brood is toch niet te vergassen? Nou, er blijkt dat in dit soort wijken heel veel brood overblijft. Ja. We zullen straks even gaan kijken. Dan zie je dat die bak in één dag al behoorlijk volgelopen is. Ja. Dus er wordt ontzettend veel brood verzameld. Brood dat normaal gesproken overblijft. Brood dat normaal gesproken naar de eendjes, naar de duiven en uiteindelijk ook naar de ratten zou gaan. En uit één brood kun je ongeveer, pak een beetje, 300 liter biogas halen. Uit één brood? Uit één brood. Dus uit drie broden heb je ongeveer een kuub gas. En een kuub gas, ja, even voor mijn beeldvorming, hoe lang kan ik daarop koken? Nou, een huishouden dat op gas kookt gebruikt ongeveer 1 tot 1,5 kuub gas per week. Om een idee te geven. En dus op drie broden heb je ongeveer 1 kuub biogas, ja. Dat komt overeen met ongeveer 700 tot 800 liter aardgas. Dat is toch veel? Dat had ik dus niet gerealiseerd. Ja. Dat is heel veel. Want ik dacht toen ik hier naartoe ging, ik denk, nou, die moet afspraken met bakkers hebben en wat iets meer zijn om aan voldoende brood te komen. Nee, we hebben eerder het probleem dat we te veel brood krijgen aangedragen dan dat we tekort komen. Meen je dat nou? Ja, ja. En is dat nou ook iets wat ik bijvoorbeeld thuis zou kunnen gebruiken? Als je heel veel brood over hebt, ja. Ja. Maar dan zou ik wel aanraden om het andere organische afval, het keukenafval, het fruitafval, om dat er ook bij te doen. Om toch een beetje aan een redelijke hoeveelheid gas te komen. Ja, ja, ja. Maar jouw installatie, hè, om te zetten in gas, dat brood. Ja, zo'n installatie, dat kost natuurlijk een behoorlijke duit. Zo'n installatie kost natuurlijk het een en het ander. Dat moet ook wel, want hij is helemaal beveiligd. Het is ook helemaal geautomatiseerd. Maar het is natuurlijk ook voor de buurt en voor de mensen heel veel waard dat er nu iets nuttigs met hun brood gebeurt. Ja, ja. Maar is het rendabel te maken? Jawel. Ja, het is zeker rendabel te maken. Misschien voor die grootte die we zo meteen gaan bekijken, duurt het nog een aantal jaren. Ja. Maar voor bakkerijen en voor, laten we zeggen, industrieën moet het binnen 2 tot 4 jaar rendabel zijn. Oh ja, echt waar? Ja, ja. Dat is binnen 2 tot 4 jaar terug. Maar is dit, want de installatie die we direct gaan zien, is een grote installatie. Hè? Echt we zitten hier bij een flatgebouw waar dat gebruikt wordt. Maar herstel, dit is nog een relatief kleine installatie. Dit is nog een relatief kleine installatie? Dit is nog een relatief kleine installatie, ja. Je bent ook bezig met grotere installaties. We zijn nog bezig met grotere installaties. Dit is echt nog een kleine. Ja, ja. Maar je bent hier, eigenlijk ben je hierdoor geïnspireerd om dit te doen door de gemeente Amsterdam. Nou, eigenlijk door de gemeente Amsterdam, die in samenwerking met de buurten en met kunstenaars. Ja. Het idee had opgevat om dan toch eens een keer iets te gaan doen
aan, laten we zeggen, het probleem van het weggegooide brood. Ja, ja, ja. Dus we moeten inderdaad de kunstenaars en de gemeente Amsterdam hier ook wel de credits voor geven. Ja, ja. Maar toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik van, nou, het lost een milieuprobleem op, maar dat is het eigenlijk niet. Het is eigenlijk niet dat er ene grondstof vervangen wordt door de andere grondstof. Het is eigenlijk een soort cultureel probleem dat je oplost. Ja, en je lost een afvalprobleem op. Ja. Ja, je lost een afvalprobleem op, hè, zodat er geen ongedierte komen, ja, en, ja. En dergelijke. Ja, en voor de mensen zelf los je het probleem op dat er iets met het brood gebeurt. Dat er nog weer waarde aan wordt toegekend. Ja, ja. Dus dat je niet, laten we zeggen, het brood gewoon als afval beschouwt en weggooit. Ja. Op het moment dat het oud is of niet meer opgegeten wordt of weet ik veel wat. Wat ik heel bijzonder aan het project waar we hier zijn bij staan, is dat het dus hier direct gebruikt wordt in de keuken. Ja. Of gebruikt gaat worden, wat is nog niet helemaal in werking. En dat je op die manier ook een soort sociale cohesie creëert, zeg maar. Ja, ja. De woningbouwvereniging heeft hier een huiskamer gecreëerd voor de bewoners van de flat. Daarin zat het fornuis en op dat fornuis gaat gekookt worden op biogas dat gewonnen wordt uit het brood. Ja, ja. En dan kunnen ze daar weer brood mee bakken eventueel. Ja, 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 dat is zeer gebeurd. Het brood wordt in de hal van de flat verzameld. Dag Ahmed. Goeiedag. Hallo. Ik hoorde dat jij hier een actieve bewoner bent die hier bij dat broodproject betrokken bent. Dat klopt. Wat betekent dat voor jou? Dat is voor mij sowieso, het is een hele leuke project, vind ik zelf. Het is voor mij zeg maar belangrijk dat wij zoiets hebben. We hebben heel veel last van afval hier rond het appartement heen. Ja. En dat is een hele mooie, een goede oplossing. Dat wij gewoon in plaats van overal de gemeente of de alliantie bellen voor hey, dat zit wel wat vuil onder het appartement heen, om het schoon te houden, hebben we dit bedacht en voor mij is het echt de ideale oplossing. Ja, ja. Dus, Oké. Want jullie koken hier ook op? Ja, dat hier. Klopt. Als het goed is, dan hebben we de containers. Als de container wordt twee keer in de week leeggemaakt, wordt die daar in de container gegooid. Ja. En dat gaat hij via een systeem gaat hij naar binnen. En van binnen hebben we daar een gasfornuis. Ja. Dan kan de bewoners hierop koken. Ja, ja. En merk je bij de bewoners ook dat ze er enthousiast over zijn? Ja, heel erg. Ja? Heel erg. En ze willen graag wat informatie over en wanneer kunnen we het gebruiken en ze kunnen niet wachten om dat ding te gebruiken. Dit initiatief, levert het nou, want ik kan me zo voorstellen dat ja, voor heel veel bewonersorganisaties, bakkerijen en dergelijke, dat het heel interessant is. Is er dan veel vraag naar? Ja, er komt steeds meer vraag naar de broodvergister. Ja. 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 Maar hij is dus ook heel efficiënt, want op drie broden. Hij is heel efficiënt, er blijft heel weinig afval over. Ja, dat vind ik zo bijzonder. Het gaat ook behoorlijk snel. Dus ja, eigenlijk wordt het brood bijna helemaal omgezet in gas. Ja. Ja, ja, dat is heel bijzonder. Hey, en dat idee wat je nu ontwikkeld hebt, is dat van jouzelf? Heb je daar intellectueel eigendom voor aangevraagd? Ik heb intellectueel eigendom voor aangevraagd. Oké, okay. En maak je dat ook zelf? Of hoe, want het is een vrij, tenminste, ik keek straks even, vrij ingewikkeld apparaat. Ik ontwerp het. Je ontwerpt het. En ik laten we zeggen, de verschillende onderdelen, laat ik de andere bouwen. En ook voor de assemblage huren we mensen in. Ja, 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 ja. En zijn er ook andere bedrijven die daarmee bezig zijn met een vergister zoals deze? Er zijn op dit moment wat ook andere bedrijven die met dit soort initiatieven bezig zijn. Maar dit is de eerste vergister die volautomatisch is en die ook in de bebouwde omgeving kan staan. Ja, ja. Echt in de bebouwde omgeving en met bebouwde omgeving dus echt in het gebouw. Fijn. Hier begint het hele proces. Ja. Hier wordt het oude brood verzameld. Dit is een broodcontainer. Oké. En hier brengen mensen hun oude brood naartoe. Nou, deze zit al helemaal vol. Ja. Zelfs het brood ligt er al bovenop. En de bedoeling is dat een paar mensen die als beheerder zijn aangewezen, dit brood in de voorraadtank brengen. Die beheerders nemen dat mee naar de voorraadtank. Die gooien dat hierin. Je ziet dat daar een hoeveelheid water in zit. Ja, dat is gewoon water. Dat is gewoon water. Het brood wordt gemengd met water. En daarna wordt het geroerd. Ja. Oké. Als het eenmaal goed gemengd is met water, dan valt het binnen een korte tijd helemaal uit elkaar. En die broodpap, die wordt
periodiek verpompt naar dit grote vat. Ja. En dat is een broodvergister. En daar wordt het brood omgezet in biogas. Dan hoef je feitelijk niks meer te doen. Dan gaat dat proces zelf met alle bacteriën, met de micro-organismen, zorgt ervoor dat er gas ontstaat. Dat klopt. Maar we hebben natuurlijk wel ons eigen Enki biologisch systeem toegevoegd. En er is een programma gemaakt om, laten we zeggen, het hele proces volledig automatisch te laten lopen. Het Enki biologisch systeem? Ja, we hebben ons eigen biologisch systeem gemaakt. En dan moet ik aan denken dat je dan eigen bacteriën hebt of ja, zeg maar het proces wat je... Nee, eigen bacteriën en eigen proces. Het zijn allemaal natuurlijke bacteriën, maar we hebben onze eigen selectie gemaakt. Maar hier komt dus het geheim van de bakker. Uiteindelijk gaat het daarom. Of ja. Je moet een goed systeem hebben en je moet precies weten hoe je dat systeem zo optimaal mogelijk laat werken. Ja, ja. En daar zit, dat is dus eigenlijk ook van het belangrijkste onderdeel, wat jij waarschijnlijk lang over nagedacht hebt, om dat zo goed mogelijk te optimaliseren. Nou, we zijn een geruime tijd bezig geweest om dat goed in de vingers te krijgen. Ja. En het ook goed te kunnen automatiseren. Ja, ja. En uiteindelijk heeft het toe geleid dat het hele systeem is geautomatiseerd. Ja, ja. En van hieruit, als dan dat gas eruit komt, dat gaat dan naar een keuken toe waar dan gekookt kan worden. Het gas gaat eerst naar een gasopslag. En vanuit die gasopslag kan het gas naar het fornuis. Ja, ja. Ja, dat is toch wel. En ja, ik vind het grappig hier. Het is een fornuis wat in een centrale keuken staat, dat waar klopt. Mensen elkaar weer kunnen ontmoeten. Ja, het is een buurtkeuken. Mensen uit de flat kunnen elkaar hier ontmoeten. Die kunnen samen koken. Ja. En die kunnen dan samen gewoon hele leuke dingen doen. Wie betaalt zoiets? Verschillende partijen. In de buurt. De woningbouwvereniging, in dit geval de Alliantie. Ja. En er is ook een bijdrage gekomen voor, van de gemeente Amersfoort. Dus eigenlijk zijn er verschillende partijen die dit concept mogelijk hebben gemaakt. Ja, ja, ja. Nee, want het is natuurlijk een forse investering. Ja. En de bewoners maken er gebruik van. Maar de bewoners zelf betalen er niet aan mee. Nee, die betalen er niet aan mee. En wanneer komt Nijmegen in beeld? Want je bent een Nijmeegse ondernemer. Ja, dat is een van de vragen die mij ook al heel lang bezighoudt. Wanneer gaan we er een in Nijmegen zetten? Ik hoop dit jaar. Ja, heb je al gesprekken? Ja, er lopen al gesprekken met verschillende partijen. Ik hoop dit jaar in Nijmegen een vergister te kunnen neerzetten. Okay. Want inmiddels zijn we Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en in Amersfoort. We zijn in Brabant zijn we bezig. In Zuid-Amerika hebben we al vergisters staan. Ik heb er eentje staan in Tanzania. Okay. En dan zou ik zeggen, ja, wordt het ook een keer tijd dat er in Nijmegen komt. Ja, lijkt mij. We zouden namelijk heel graag eentje vlak in de buurt willen hebben van ons bedrijf. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want jullie zitten aan de Groene Straat. Aan de Groene Straat. Ja, ja. Ja. Het bedrijf is samengebouwd aan de Groene Straat. Ja. Ja. En ik zou toch graag, laten we zeggen, een vergistering willen hebben waar je echt elke dag even naar zou kunnen kijken in een bepaalde fase, ja, ja, van de ontwikkeling. Kun je hier nou in deze broodvergister ook keukenafval doen of heb je dan weer een ander iets? Dat is een ander type. Nodig? Dat is een ander type. Een keuken, kijk, we hebben net gezien dat het brood, ja, dat lost eigenlijk heel goed op in het water en dan krijg je heel goed verpompbare brei. Ja. Bij keukenafval ligt dat toch iets anders en ook dan zeg het hele biologische proces bij keukenafval. Zeggen, er komt een andere bacterie bij kijken wel, waarschijnlijk. Dan krijgen de bacteriën een aantal collega's bij, ja, omdat ja, het toch wat gevarieerder, ja, ja, wat meer gevarieerde brei is, ja, en dan heb je toch ook wel iets ander biologisch systeem nodig. Ja. Ja, ik vind het een zeer bijzonder en een zeer lovenswaardig project waar je mee bezig bent. Interessant ook. Terwijl ik het, mijn insteek was, ik denk, nou, dit draagt bij aan energievoorziening en dergelijke. Dat draagt het natuurlijk ook bij, maar dat is niet de eerste instantie de bedoeling geweest. Nee, dat zie je bij heel veel vergisters. Vergisters lossen een bepaald probleem op. Ja. Je raakt weer afval af. Ja. Of je doet iets nuttigs met oud brood. Ja. En dan zie je toch dat de energie vaak op de tweede plaats komt. Ja, ja, ja. Terwijl hoeveel energie die eruit komt, behoorlijk groot kan zijn. Ja. Ik vind het een bijzonder. 3 broden, 1 week koken. Ja, ik vind het ongelooflijk.